Traditioneel is de dag voor Koningsdag de dag van de lintjesregen. In de hele regio werden vandaag tientallen lintjes uitgedeeld. Burgemeesters gingen op bezoek bij de bijzondere inwoners of vroegen hen naar het gemeentehuis te komen. Zo ook in de gemeente Beuningen. Daar werd de 69-jarige Rosanne Nijs uit Ewijk benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij is al tientallen jaren maatschappelijk actief. Zo is zij onder meer betrokken bij Beuningen on Ice en Sociaal-Cultureel Centrum de Lege Polder. Burgemeester Lucien van Riswijk nodigde vijf inwoners uit op het gemeentehuis in Druten. Maria Beuving heeft zich altijd ingezet voor buitenlandse werknemers en vluchtelingen. Christen Klein is met name onderscheiden voor zijn jarenlange inzet voor muziekvereniging Excelsior. En Mieke Wijnans doet onder andere veel voor het welzijn van ouderen. Hans Snellenburg is actief in het maatschappelijk leven van Deest. En Gerry Scholters doet veel vrijwilligerswerk in Afferden.